Na zijn 110e start in de Formule 1 is het Lando Norris dan eindelijk gelukt om zijn eerste Formule 1 zegen te pakken. En dan ook nog direct op het stratencircuit van Miami. Ja, Ronald, ik denk dat er weinig coureurs zijn bij wie je de rest van het veld het meer gunt. Nee, ja, absoluut. Dit was ja, fantastisch voor Lando. Ook wel bij het emotionele Lando Norris, hè, want hij bedankte meteen zijn ouders. Hij droeg de zegen op aan zijn oma, wat toch ook wel mooi was. En je zegt het eigenlijk goed, hè. Iedereen in deze paddock gunt het Lando Norris ook wel. Des te meer omdat hij het gewoon ook qua prestaties verdient. Het zat er ook al wel een beetje aan te komen. En des te meer omdat hij nu ook af is van allerlei gesprekken over Sochi. Waar hij natuurlijk een mogelijke zegen de mist in zag gaan. En zei ja, daar is toch vrij veel bullshit over gezegd. Maar gaf hij aan, ja, daarna heb ik eigenlijk ook geen kansen meer gehad. Misschien nog eentje. Maar daarnaast heb ik iedere keer wel het maximale uit de auto gehaald. Alleen stak Max Verstappen er iedere keer bovenuit. Nou, daardoor houdt Lando Norris het record van meeste podiumplekken zonder overwinning. Maar goed, daar is hij nu vanaf. Want nu heeft hij die overwinning wel te pakken. En bovendien, je zegt het hier in Miami op een hele mooie manier, denk ik. En ook op een manier waar wij het hele weekend op gewacht hebben. En wat ik gisteren in de F1-update nog heb aangeduid. Namelijk met die updates van McLaren zaten we toch wel te wachten op een directe strijd tussen die vernieuwde McLaren, waarbij Lando het hele pakket heeft en Oscar Piastri de helft. Maar tussen die vernieuwde McLaren en de Red Bull van Max Verstappen, natuurlijk met hulp van de safety car. Maar uiteindelijk hebben we dat gevecht toch gekregen. Dus ja, mooie manier, prachtige overwinning. Max gunde het hem ook heel erg. Ook Lewis Hamilton en Fernando Alonso gunden hem het heel erg. En dat vond Lando Norris, zei hij net, de mooiste felicitaties die hij heeft ontvangen. Maar ja, prachtige dag voor Lando. En eentje die hij zijn hele leven nooit meer gaat vergeten. Nee, dat denk ik ook niet. En het is hem ook vanuit deze plaats van harte gegund. Hij had, zoals je zegt, misschien wel een beetje mazzel over met die safety car die op het moment dat hij nou ja, aan de leiding lag, de baan opkwam. Was dat de enige reden dat hij de race had gewonnen? Of had hij ook zonder de safety car kunnen redden? Ja, dat is wel een interessante vraag. Als je ziet hoe snel hij op medium was, maar ook zeker op die harde band aan het eind. En ook wel een valide vraag, en waarom kom ik later op terug. Maar Max Verstappen, die was typisch Max Verstappen, die zei namelijk, ja, dat is als. En sorry voor het taalgebruik, maar als mijn moeder ballen had, hè, dan. Dus dat was zijn antwoord. Nou, ik kreeg van Lando Norris zelf en van Christian Horner beduidend serieuzere en dus ook aanmerkelijk betere antwoorden. Maar Lando zei van ja, in alle eerlijkheid was het dan wel moeilijk geweest. Ik was wel snel, dat zei Verstappen zelf ook, hè, want Max gaf aan toen ik naar binnen was gegaan. Wat volgens Horner wel een goed moment was, hè, want je kunt ook zeggen waarom gingen zij zo vroeg. Horner zei dat was gewoon onze uitgerekende pitstop window, wat zo optimaal mogelijk was. Maar goed, hij zei toen ik binnen was geweest, toen was Lando op die al wat versleten mediums nog heel erg snel onderweg. Daarna op hard natuurlijk verschrikkelijk snel onderweg. Maar Lando zei van ja, het gaat hier heel erg om track position. En ik was waarschijnlijk achter de Ferraris en achter Max op het asfalt gekomen. En om dan drie auto's in te gaan halen, dat was wel ingewikkeld geworden. Dat gaf ook Christian Horner aan in zijn mediasessie. Des te meer omdat Red Bull traditiegetrouw heel hard loopt op de rechte stukken. Dus met track position had Red Bull het misschien nog wel kunnen houden. Ondanks dat ze zeer ontevreden waren over de balans in de auto. Maar het is wel een valide vraag om natuurlijk de blik te richten op wat gaat komen. Namelijk, hoe was het geweest on merit? Want Horner zei ja, McLaren had nog wel een bandenvoordeel. Het hielp volgens Horner ook niet helemaal dat de safety car de verkeerde auto eerst oppikte. Maar hij zei van ja, ze hadden wel een bandenvoordeel. Bij ons liep het een beetje rommelig, waardoor we nog geen 1-op-1 vergelijking hebben gekregen. Die gaan we later waarschijnlijk wel krijgen, maar alleen al om die reden is het wel interessant om die wat-als-vraag te stellen. Waarbij Lando dus verschrikkelijk eerlijk was en zei van ja, dan was ik alsnog wel naar voren gekomen, maar had ik hem waarschijnlijk niet kunnen winnen zoals nu. Nee, maar het laat wel zien dat McLaren de zaakjes weer redelijk goed voor elkaar heeft. Is dit ook direct een teken voor de rest van het seizoen? Nou ja, wel een teken dat die upgrades goed werken, werken zoals verwacht. Of eigenlijk moet ik zeggen, beter werken dan verwacht. Omdat Andrea Stella aangaf in de hospitality hier achter mij van ja, dat we dit meteen konden. Dat we op race pace Red Bull konden pakken. Dat had ik absoluut niet verwacht. Nou ja, dat hadden velen in deze paddock misschien niet meteen verwacht. Alleen het laat vooral zien dat McLaren de goede richting heeft gevonden.
Maar of dat heel veel zegt voor de komende races, is vooral in deze fase van het seizoen moeilijk. Omdat dit de fase is waarin teams echt met de updates gaan strooien. McLaren had hier dus een mega groot pakket. Ferrari komt met een heel groot pakket in Imola. Niet heel verrassend, hè, want dicht bij Maranello eigenlijk een beetje de achtertuin van Ferrari. Red Bull komt aan het begin van het Europese seizoen ook wel met dingen. Al wil de Horner niet zeggen wanneer exact en ook niet waar exact. En dat is ook niet met wat exact. Dus hij hield nog een klein beetje een trokje een rookgordijntje op. Maar juist omdat er zoveel updates aan alle kanten nu geïntroduceerd worden, kan de balans van weekend tot weekend veranderen. Daar komt bij dat Max Verstappen aangaf, ons weekend is qua setup vinden rommelig geweest. Hij had eerst dus overstuur. Dat maakte hij toen beter voor Parc-Fermé nummer 2 en dus voor de hoofdkwalificatie. Maar vandaag had hij soms wel het onderstuur. Dus ze hebben ook de setup niet helemaal voor elkaar gekregen, waardoor het een beetje op Imola, een normale circuit met een normale raceweekend, wachten is voordat we misschien een echt goed beeld gaan krijgen. En dan kan ook Ferrari misschien met dat updatepakket een woordje mee gaan spreken. Opvallend was vandaag dat ten opzichte van de rest van het weekend Verstappen de tempo niet had om de race te winnen. Ja, waar komt deze neerwaartse spiraal eigenlijk vandaan? Ja, dat is by far het meest interessante aspect hier na afloop in de paddock. En ook iets wat ik in de persconferentie natuurlijk aan Max moest vragen, omdat wij daarvoor in gesprek met Christian Horner waren. En Horner die begon zijn verhaal. Horner had allerlei papieren uitgeprint om aan te geven, want daar begon hij namelijk mee. In het begin was de pace redelijk. Niet goed, hè, want we liepen geen 20 seconden weg, maar het was volgens Horner redelijk. En toen vervolgde Horner zijn verhaal door te zeggen, ja, toen raakte Max de bollard, oftewel het plastic paaltje bij bocht 15. En daarbij heeft hij volgens Horner significante schade aan de vloer opgelopen, zo noemde Christian Horner dat. Toen zat Max Verstappen in de persconferentie en die zei van ja, ik vond dat paaltje niet mooi, dus ik heb hem even weggemaaid. Maar ik heb helemaal geen schade opgelopen. Ik checkte nog, ja, hoor ik dat goed, hè? Want Horner zegt exact het tegenovergestelde. En Max zei van ja, voor mijn gevoel geen schade. In ieder geval geen verandering tijdens de race. Dus of die schade was er al vanaf het begin. Maar ik voelde tijdens de race niks slechter worden. Terwijl Horner glas had, zei van ja, na dat moment werd het wel slechter. Hij voegde nog toe, ja, bekijk die onderkant van de vloer maar. Wat ze ons natuurlijk niet laten doen. Maar hij zei, die ziet er echt niet meer zo uit als dat die ontworpen was. Dus dat is een vrij intrigerend aspect. Dat er binnen Red Bull twee compleet verschillende versies worden gedeeld. Verstappen gaf wel verder aan van ja, die setup die was ook gewoon niet goed. Het was qua uitvoering niet ons beste weekend. We hebben het niet genaild, hè, zoals dan de Engelsen dat zeggen. Maar hij voegde meteen toe, en dat is natuurlijk ook een waarheid als een bus. Des te meer omdat hij met de sprintrace erbij nog altijd de meeste WK-punten heeft gescoord. Hij zei namelijk, ja, als dit een slechte dag is en dan is schadebeperking nog altijd P2, dan mogen we eigenlijk niet klagen. En dan zijn de problemen niet heel groot, en daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Wie ook een punt heeft, dat is misschien wel het leukste bruggetje van deze video. Esteban Ocon. Het is hem gelukt om met de Alpine een punt te scoren. En ook, ja, we mogen er wel eventjes bij stilstaan. Maar ook bij de P7 van Yuki Tsunoda. Ja, dat zijn twee coureurs die toch wel positief opgevallen zijn vandaag. Ja, absoluut. Yuki ook met wat hulp van de safety car timing. Maar het is wel leuk omdat het RB-team, de Racing Bulls, met die speciale Miami livery, natuurlijk heel goed begonnen met Ricciardo in de sprintrace. Toen leek het in die kwalificatie een beetje bergafwaarts te gaan. En nu hebben ze toch de race pace die wel degelijk goed was. Kijk ook maar naar hoe Yuki naar voren kwam in de sprint. Hebben ze die race pace toch nog kunnen verzilveren. Dus dat is lovenswaardig. Mooi bruggetje inderdaad, want Alpine inderdaad een punt met Esteban Ocon. Ze wil dat niet te veel vieren, want het is nog altijd beneden het niveau dat ze nastreven. Maar het is wel een enorme opluchting. Vooral bij Ocon en bij Bruno Famin. Pierre Gasly baalde nog een beetje, want hij zei, ja, ik had voor mijn gevoel ook tussen P8 en P10 kunnen eindigen. Alleen die safety car kwam voor mij niet goed. Maar het geeft wel een heel klein beetje licht voor Alpine. Ook niet meer dan dat, want ze zijn nog zeker niet aan het eind van de tunnel. Er moet nog heel veel gebeuren daar in Frankrijk en ook in Enstone. Maar goed, dit geeft de Franse burger een heel klein beetje moed. Dus laten we hopen dat ze rock bottom, dus het absoluut dieptepunt in ieder geval gehad hebben. Dan tot slot, dit hele weekend draaide een klein beetje om het vertrek van Adrian Newey bij Red Bull Racing. Nu kwam gisteren het bericht door dat Jonathan Wheatley, de sportief directeur, eventueel bij Red Bull zou willen vertrekken.
Volgens mij weet jij er al iets meer van hoe dat bij Red Bull precies in elkaar steekt. Ja, nou ja, die verhalen kwamen door en toen ben ik even naar de hospitality van Red Bull gegaan om toch iets meer achtergrondinformatie te kunnen krijgen. En het verhaal is eigenlijk zo dat ze zeggen, ja, dit is onderdeel van een bredere cyclus aan contractonderhandelingen. Die zijn begonnen eerder dit jaar, al voor het vertrek van Adrian Newey, met het langer vastleggen van bijvoorbeeld Pierre Bachet, maar ook een Ben Waterhouse, dus echt de belangrijkste mensen uit het technische team. Daarna gaan ze naar onder op de lijst. Dan komen ze uit bij bijvoorbeeld een Paul Monahan en ook bij een Jonathan Wheatley. Maar Jonathan Wheatley is zijn opties een beetje aan het afwegen, want Jonathan Wheatley wil eigenlijk heel graag teambaas worden in de Formule 1. Nou, die kans doet zich bij Red Bull niet meteen voor, hè, want het is nu wel duidelijk dat Horner ook na het onderzoek absoluut niet af wil treden. En dus probeert Wheatley een beetje verder te kijken, waarbij wel de vraag is waar je dan überhaupt teambaas zou kunnen worden en ook zou willen worden. Want hè, Alpine is nou ook niet de meest fijne bestemming om, ik noem maar wat, om daar terecht te komen. Dus dat is een beetje het proces. Red Bull zegt als Wheatley zou willen gaan, dan hoeven wij hem niet per se in de weg te staan. Tegelijkertijd hebben wij de indruk dat hij ook nog altijd blij is bij ons en ook met het takenpakket dat hij bij ons heeft. Ging in de mediasessie überhaupt nog over wat jij aanstipt, hè? Adrian Newey en de hele verhalen die daaromheen hangen. Daar was Christian Horner vooral heel uitgesproken richting Zak Brown en Toto Wolff. Hij zei namelijk van ja, Zak Brown en Toto praten heel veel. Maar zeker Toto, Zak Brown kon er niks van zeggen na deze overwinning. Maar hij zei zeker Toto heeft wel hele andere problemen op zich om te concentreren. En hij counterde ook het verhaal dat beide teams hadden over CV's vanuit Red Bull. Horner zei namelijk, ja, moeten jullie luisteren? Wij hebben vanuit Mercedes High Performance Powertrains, oftewel de motorafdeling, hebben wij 220 mensen daar vandaan gehaald. Dat lijkt mij een iets groter probleempje dan één of twee CV's. Dus Horner wilde even terugslaan. En dus is dat zowel van de McLaren als Mercedes kant, als ook van de Red Bull kant, is dit wel een dossiertje wat nog vervolgd wordt in de komende weken. We zullen het uitgebreid kunnen volgen en gaan het uitgebreid volgen bij onze site. Dus ik denk dat we genoeg wat over gaan lezen. Ronald, bedankt voor vandaag. Wij zien jou over 2 weken terug als het Formule 1-circus zich neerstrijkt in Europa voor de eerste race op Europese bodem op het circuit van Imola. Morgen is Leonide weer met een video met een van onze vrienden van de sport om deze race te analyseren. Wij zien elkaar dan over 2 weken weer voor de Grand Prix in Imola. Tot dan.